Oké, daar gaan we. Tijd om weer aan de slag te gaan. Moet dat nou echt? Heerlijk. Waarom? Omdat zonder jou de regenmaker niet goed werkt en dan komen we zonder regen te zitten. Dus zonder regen kunnen we niet. Regen is goed voor de plantjes en zo. Weet ik wel. Ik wil je gewoon even testen. Waarom dan? Wel omdat... Gepop. Dat is niet waar. Oké, ik beken. Oké, stop me dan maar weer snel in de machine. Sam? Jakker. Ik zou willen dat jullie me niet zo nauwlettend in het oog hielden. Sorry Sam, we wilden gewoon even zeggen dat we danig onder de indruk zijn van de manier waarop jij het herstel van die weermachines aanpakt. Dank u wel. In dit tempo krijgen we alles weer in orde voordat ook maar iemand iets gemerkt heeft. Wacht even Sam, we krijgen net een oproep binnen. Zonder bliksem. Oh, moedertje natuur. Wat is hier aan de hand? We hebben alles onder controle. Probeer mij niks op de mouw te spelden. Ik heb jullie rapport gelezen. Jullie hebben er een aantal dingen uit weggelaten. Welke dingen bedoelt u precies? Nou, bijvoorbeeld. Waarom waait het niet in Amsterdam? In Amsterdam hoort het toch te waaien? Ik kom nu naar jullie toe, dus zorg maar dat je een antwoord voor me klaar hebt. O, hemeltje. Moedertje Natuur komt hierheen. Is dat slecht nieuws? Zou kunnen. Als we niet alles weer in orde krijgen voordat ze hier aankomt, zitten we lelijk in de problemen. De bestanden zijn allemaal verouderd. Wat moeten we nu doen? We kunnen ze maar beter snel aanpassen. Ik zal de windmaker herstellen. Dankjewel. En, Sam? Ja? Haas je alsjeblieft. Die wind is veel te sterk.
Mm-hmm.